Het activiteitenproject Wani in Savi on the Road is gisteren van start gegaan. Het startsein was het bezoek aan de Ping Ping Peuterschool, waarbij de mascottes Wani en Savi samen met hun team educatieve activiteiten met de peuters uitvoerden. Dit project is afgeleid van het educatieve kinderprogramma Wani en Savi. De kinderfilmpjes zijn het resultaat van de samenwerking tussen UNICEF en SAGA Interproject Suriname en zijn gericht op het vroegtijdig stimuleren van afstandsonderwijs bij peuters. Programmamanager van SAGA Interproject Suriname, Yvonne Kardels-Helslenen, zegt dat het kinderprogramma heel noodzakelijk was. In de coronatijd was het hard nodig, maar ook nu is het hard nodig, omdat als je kijkt naar de filmpjes waar kinderen naar kijken, dan zijn het vaak Engelstalige filmpjes, omdat er geen Surinaamse content is. En wat wij willen is Surinaamse content ontwikkelen waar de kinderen zichzelf terug in kunnen vinden. De talen, de culturen, maar ook het Nederlands bevorderen. Wij doen het al 11 jaar, nou zeggen 12 jaar. En we hebben ruime ervaring in het toepassen van het curriculum. We weten dat het werkt. We weten dat we kinderen klaarstomen voor de basisschool. Zowel de educatieve films van Wani en Savi als het activiteitenprogramma zijn gebaseerd op het Surinaamse curriculum Basic Learning for Kids, zegt Kardels-Helslenen. Ze legt uit waarom de mascottes Wani en Savi een giraaf en een aap voorstellen. Nou, Wani en Savi zijn eigenlijk al jaren de mascottes van de poppen van het curriculum Basic Learning for Kids. Wani is de saap, is de giraf. Die heeft een lange nek, die is nieuwsgierig, die wil eigenlijk alles weten. En is het langste beest ter wereld en die wil alles neusje en hey, heel nieuwsgierig, daardoor is het een giraf. En Savi, je weet het, een aap, ja, dat staat toch dicht bij de mens en die wil alles, die weet eigenlijk alles. Dus Wani en Savi zijn de beste vrienden van elkaar. En zo zitten ze ook in de educatieve filmpjes. Het team zal 13 kinderdagverblijven en peuterscholen bezoeken. Andere kinderdagverblijven hebben ook de mogelijkheid zich te registreren voor deelname aan dit project. Die registratie kan via het educatiecentrum Prescoro, dat is gevestigd aan de Johan Adolf Pengelstraat.